Dit is het langzame deel uit de Frühlingssymfonie van Robert Schumann. Zijn eerste grote symfonische succes. We hebben het Zwickau achter ons liggen. Daar hebben ze voor het eerst een paar schetsen gespeeld van een symfonie, de Zwickauer Symfonie. Maar zijn eerste echte grote symfonie was zijn Frühlings. Met een heel energiek eerste deel en een tweede deel. Prachtig zangerig, zei hij terwijl het derde deel begon. Mooi hè? De energie van Schumann, altijd, er zit altijd haast in, altijd, ik zeg iets, maar ik wil eigenlijk iets anders ook zeggen. Springerig. En je ziet Mark, we zijn nu in Leipzig, een veel grotere stad dan Zwickau. In Leipzig staat de Thomaskerk. Er was wel een en ander gebeurd voordat Robert Schumann naar Leipzig kwam. De Thomaskerk was er. Beroemde uitgeverij Bruitkopf en Hertel was er. Het Collegium Musicum was er ook, dat bestond ook al heel lang. En in die Thomaskerk was natuurlijk Johann Sebastian Bach de beroemdste kantor, maar niet de enige. Er waren vele voor hem en vele na hem geweest. Het was de stad Leipzig waar Felix Mendelssohn succes had. De grote Bach-herontdekker. En Robert Schumann was er al geweest als student. Eerst student rechten en later student muziek. En toen vestigde het jonge echtpaar, Robert en Clara Schumann zich, Mark, in deze stad. En wat een mooi uitzicht, hè? Dat is een mooie achtergrond voor een stad om muziek te maken, de Thomaskerk. Toen natuurlijk al een wereldmerk, die Thomaskerk. Maar goed, hij ging in Leipzig wonen met zijn jonge echtgenote Clara. Ze gingen hier werken, een rijk cultureel milieu. Er bestond hier veel al. Gewandhaus was er, beroemdste concertzaal van Europa. Felix Mendelssohn daar als geweldige dirigent en interpreet. Maar een bezoekje aan Leipzig, het Robert Schumann huis, ja, gaan we zo naartoe. Een bezoekje aan Leipzig kan niet zonder muziek. En een bezoekje Leipzig kan niet zonder het caféleven. Dit is een bruisende tweede Pinksterdag. Alles en iedereen is vrij. Iedereen zit op terrasjes. Thomaskerk daar. Hoeveel hebben we gelopen nu, Mark? 100 meter? 150? Hier om de hoek zit een café waar Robert Schumann veel kwam. Hij was dan een literair geïnteresseerd mannetje. Hij hield van het grote denken. Van de grote namen. Van Jean-Paul. Van Goethe. Van Heine. Noem maar op. Maar aan de andere kant moet je er niet te duur over doen. Want dat is een drinkenbroer. Die soms leefde met bier en champagne. En het café waar we nu naartoe gaan, Zum Arabischen Koffiebaum, was zijn lievelingsplek. Trefplaats van de culturele elite. Hier kwamen kunstenaars samen. En hij had een eigen plekje, onze Robert. Zou het kunnen vinden? Zum Arabischen Koffiebaum. Moet je de gevel zien, zie je hem? Wel heel erg mooi hoor. Prachtig. Nummer 4. Als je het wil weten, als je Leipzig bezoekt, onthoud het. We gaan langs het gebak. Het was een man die hield van het goede leven, Robert Schumann. En hij had zijn vaste plek. En die vaste plek die was hier. In het hoekje. Robert Schumann die verbleef hier in de jaren 1833 tot 1840 in de ban van zijn David Buntler. Nou, kijk, wil je zien? Kijk eens Mark, hier heb je hem. En wat zet hij eronder? Florestan. Dat was een van zijn helden, zijn imaginaire helden, die had hij zelf bedacht. Florestan en Eusebius. Florestan dat was een beetje de woesteling en Eusebius dat was meer de meditatieve. Vriendje Felix Mendelssohn. Niels Wilhelm Gerde, de Deen die naar Leipzig kwam om les te nemen van Mendelssohn. Ludwig Schunke en dan daarnaast Friedrich Wieck. En het is maar goed dat die Schunke ertussen zat, want Schumann en Wieck die hebben niet veel naast elkaar gezeten. Hier heeft hij gezeten, hier heeft hij gedronken en hier heeft hij gerookt. Die man die hield van grote sigaren. Daar heeft hij voor een deel zijn erfenis er doorheen gejast hier. Want toen August zijn vader in 1826 stierf, toen kreeg hij een groot deel van de erfenis. Daar kon hij van studeren, kon hij van leven en dan kon hij met zijn vrienden, daar zaten ze hier,
van drinken en roken. En dan schreef hij wel eens aan mama, ik heb geld nodig. Moet je nagaan zeg, wat een type. Grote erfenis op zak. En dan schreef hij nog, ik kom er niet uit mama. Het leven is te duur. Wat heet, het leven is te leuk en te lekker. Er is een Schumann menu. Geen geld joh. Voor 25 euro ben je binnen. En voor jou, vegetariër Mark, is het helemaal niks. Want het gaat op zijn Saksisch. Stevig, rijk en luxueus. Oh, zo'n pelgrimage is goed. Dan leer je nog eens wat. En de tweede keer dat we hier zijn, in een paar maanden tijd. Het was begin maart, ijzig koud hier. Toen op zoek naar Chopin, toen kwamen we ook weer Bach tegen. En nu op zoek naar Schumann. Die elkaar getroffen hebben. En wat zei onze Thomas vanmorgen nou in Zwickau? Die zei nog even tussen neus en lippen door dat ze dagboeken van Clara hebben gevonden. Waarbij zij noteerde een bezoek aan Parijs. Dat het eerste openbare concert van Frédéric Chopin in Parijs niet de 16e maart 1832 was, maar de 15e. En niet in de ene zaal, was het nou Kalkbrenner of Pleyel, maar in de andere. Nou, één van tweeën. Hij was het zelf ook niet helemaal zeker, want het moet nog uitgezocht worden en goed bestudeerd worden. En die dagboeken moeten nog gepubliceerd worden. Zo zie je, eigenlijk kunnen al die biografieën over Robert, over Clara, over Frédéric Chopin, over Felix Mendelssohn, binnenkort weer opnieuw geschreven worden, want het is geen stilstaand museale kunst. Dit leeft nog steeds. Er worden nog steeds onderzoeken gedaan naar nieuwe bevindingen. Een dagboek van Clara dat boven tafel komt en bestudeerd wordt voor het eerst. Dat is wereldnieuws. Volgens mij is dit hem. Zee Frühling, Schumann Frühling. Staat er. Wat wil je nou nog meer? Dit is een merkwaardig gevoel, Mark, dat we hier weer zijn nu. Frühlingssymfonie, je leest het net. En zo voelt het ook, het blad is aan de bomen. Het is warm, het was bitter en bitter koud begin maart toen we hier waren. Toen kwamen we voor Frédéric Chopin. Wiens pad dat van de jonge Clara en Robert kruiste. Toen ze nog niet getrouwd waren, die twee. Dus eigenlijk klopte het niet dat we toen hier waren. Want kijk, hier staat dat ze hier tussen 1840 en 1844 woonden, Robert en Clara, als echtpaar. Goed. Het Robert Schumann-huis in Leipzig is eigenlijk een onderdeel van een school. Kleine kinderen zitten hier naast en onder en tot voor kort zaten ze in dit kamertje ook nog. Dit was een deel van de school vorig jaar. Toen is een of andere Schumann-wetenschapper erachter gekomen dat dit eigenlijk de werkkamer van Robert Schumann is geweest. Hier heeft hij zijn Frühlingssymfonie geschreven en hier was het eerste huwelijksgeluk tussen Clara en Robert, 1840, 1844. Maar hier was ook de eerste huwelijksherrie, want die wandjes die zijn dun. Dit zijn geen dikke wanden. Heel erg gehorig. En dat is een probleem, want Clara wilde studeren en Robert die wilde componeren. Dat ging niet samen. Dus hij is soms wel eens het huis uitgevlucht omdat hij de herrie niet meer aankon. Wat ik hier wil laten zien is, even kijken, moet ik even het licht aan doen? Kan dat? Ja, kijk, het licht aan. Er is een student geweest die heeft vorig jaar onderzocht, studie gemaakt van de kleding van Clara Schumann. Is er achtergekomen via allerlei archiefmateriaal hoe ze zich gekleed heeft. En als je dit ziet, vanaf onderjurk tot aan mooi korsetje. Nog een onderjurk. En dan uiteindelijk de
japon die ze aan had en het buitenjasje. Dan kun je een paar dingen van zien. Namelijk dat het een ongelofelijke klus is om het aan te trekken. Dus vaak hadden ze een kleedkamer voor de vele kleding. De burgerij in de 19e eeuw. En hadden ze een assistente om het aan te trekken. Dat meisje heeft het zo goed gedaan, die studenten, dat die heeft meteen, dat was haar afstudeerproject, heeft meteen een aanstelling gekregen in Wenen. Topfunctie. Nou, over de oude gang gaan we even binnen in de kamer, de woonkamer van de Schumanns. En hier worden concerten gegeven nog steeds. Hier kunnen zo'n 50 man in, kan erin. Kijk, hier. Hier heb je een klein beetje van het originele, de originele muur die onder allerlei behang en verf teruggevonden is. Dit is de originele decoratie geweest uit de tijd dat de Schumanns hier woonden. En dat hebben ze mooi aangevuld. Dus nu krijg je een idee hoe eigenlijk eenvoudig en wel heel erg chic die kamer eruit gezien heeft. Daar is een tentoonstelling van alle mensen die hier geweest zijn, alle groten. Mendelssohn, Wagner, Andersen. Christian Andersen, Hans Christian Andersen. Dat heeft ook ruzie veroorzaakt in dit huis. Want Robert vond Hans Christian Andersen geweldig. En Clara vond de sprookjesschrijver uit Denemarken maar helemaal niks. En hier heb je het resultaat van wat de studenten vorig jaar gemaakt heeft. De japon, het kapje en de rest zit eronder, dat kunnen we niet zien. En tot slot, Mark, hier staat een Wieck piano. Een oom van Clara heeft een pianobedrijf gehad. En die heeft in 1860 deze vleugel gemaakt en die heeft aan Clara Schumann toebehoord. En het verhaal wat wij in Zwickau hoorden over die Steinvleugel die daar staat, dat zeggen ze hier ook in het Schumannhuis. Ze zijn heel erg trots op deze vleugel, want die klinkt zoveel beter en geloofwaardiger dan zo'n grote Steinway die je dan erin kunt zetten. Die is veel te ruig, veel te hard. Dit wil je hebben. Concertvleugel, maar Wilhelm Wieck, Dresden, 1860. En de vloer is origineel. Zo breed krijg je ze niet meer, die planken. 40 centimeter breed. Prachtig. Ja. En nu een concert, jongens. En nu een concert. Voelt goed, hè, hier te zijn. Ja, dit is wel origineel, joh. Dit is wel goed. Het formaat van, van de kamer ook. Je kunt je hier voorstellen, hier kun je een concert geven. Hier klinkt het goed, maar niet overdreven. Dit is geen grote zaal, het blijft een salon. Want zo werd er muziek gemaakt in salons. Chopin deed het, Schumanns deden het. En natuurlijk waren er wel grotere zalen, het oude Gewandhaus hier vlakbij. Maar zo hebben ze gemuziceerd. In huiselijke kring, bij de opkomst van de burgerij. Zo ging dat. En dit is ook recent gerestaureerd. Helemaal in de stijl van zoals het geweest is. Dit is een gigaproject geweest om dit te realiseren. En wij kunnen ervan genieten. Waar hadden we het net over? Over de Frühlingssymfonie. Man, 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 we krijgen toch een plens op ons dak. En het Robert Schumannhuis, de directeur zegt, ga maar eens kijken in Schönfeld, naar deze kerk. Nou, we gaan er niet uit hoor, dat doen we niet. Kun je hem zien? Kijk, een heel mooi kerkje. Daar zijn ze getrouwd. De dag voordat Clara 21 werd. Want Robert moet gedacht hebben, ik zal die oude Wieck nog even pakken. Die nare vent. Rechtszaak is eraan te pas gekomen. Stel dat ze een dag of een dag later zouden zijn getrouwd, was die hele rechtszaak niet nodig geweest. Want dan kon ze zelf beslissen. Maar hij heeft er nog één keer een hak willen zetten. Hier hebben ze elkaar het jawoord gegeven. De dag daarop zijn ze naar het Schumannhuis, wat we nu als Schumannhuis kennen, op de Inzoestrasse nummer 18. Eigenlijk een, hoe ver is het? Hoe lang hebben we gereden? Een paar minuten, vijf minuten rijden. In Leipzig. Waar de zon net scheen, waar we nog dachten aan de Frühlingssymfonie. We kregen net zulke grote hagelsteen op het dakje.
We zijn op weg naar Bonn, naar Düsseldorf, naar deels mooie, deels moeilijke, deels ellendige laatste jaar van Robert Schumann. En we zoeken een overnachting. De man die het samenbindt en die het 2 maanden geleden samenbond. En ik val in herhaling, maar ik kan niet anders. We zijn in Eisenach. Oh, ik heb er bijna moeilijk mee, jongens. 1685. Dichter bij God kun je volgens mij niet komen op aarde. Dit is het huisje. Nou, huis. Volgens mij was het een rijke familie. Waar Johann Sebastian Bach geboren is in 1685. Dit is de plek waar Bach geboren is. In 1685. Dat doet mij veel. Je zult hier maar geboren zijn. Mooi uitzicht. Veel natuur, veel historie. En we hebben een plekje voor de nacht gevonden. Je hebt daar een Bach-restaurant. We zitten in het Bach-pension. Dat gaan wij zalig hemel slapen vannacht. Met een fuga in gedachten. Tweestemmig, want anders wordt het te moeilijk. Kijk eens, de violen bloeien. Wat wil je nog meer? We maken er wel eens een geintje van, weet je wel. Het concertgebouw met bakken vol bloeiende violen. En hier juichen ze voor de man met de gouden veer. En je krijgt het weer voor elkaar dat ik me laat afleiden. 2 maanden geleden was het Chopin. Die de boventoon voerde, maar toen kreeg je het ook al voor elkaar. Toen we langsreden over de snelweg. Ik zei, Eisenach jongens, kijk, Eisenach. En de Leipzigse Thomaskerk en nu krijg je het weer voor elkaar. Nou, nou, nou. Maar ja, wat zei Wagner over Bach? Het grootste wonder in de muziek? Daar kun je niet omheen. Daar kun je niet omheen.